Yo beste kijkers en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Lost Buildings. Yes, we gaan vandaag naar een verlaten ziekenhuis in Duitsland. En dit is een oud militair verlaten ziekenhuis geweest, dus we gaan zien wat er allemaal nog in staat. Let's go! Yes! The Royal Air Force Hospital at Wegberg treated patients from 1953 to 1996. From then on, it served as the BFG Health Service headquarters until a move this autumn to Rheindahlen. Today, the old hospital remains unchanged. Wauw, dit is echt insane mensen. We zijn in het verlaten ziekenhuis. En dit is echt tot nu toe best wel groot. Waar gaan we hierheen? Heb je een kamertje helemaal overgenomen door de natuur? Wat zweet hier met het dak wat een beetje afbrokkelt. Ja. Daar heb je ook nog de binnenplaats. Ik kon wel even eerst even de binnenplaats zien, denk ik. Dit zijn allemaal wc's. Dit waren de wc's. Er liggen allemaal brandkabels en zo, brandslangen.
hè? Zo, we zijn net op tijd eigenlijk. Wat zeg je, Paul? Hier is brand geweest. Zie? Verbrande balken. Hier ook. Ja, bizar. Mensen moeten hier nu weg. Zet een hond en een bewaker. En hij heeft ons niet eens gezien. Zie je het, we zijn weer op de terugweg naar de ingang. Ja, we gaan nu even naar de auto. Waarom? De ingang. Waarom zijn we teruggegaan? Nou, we kwamen in dat gebouw, zeg maar, en toen kwam er een hond aanlopen. We dachten al van een hond, hè, wat doet hij hier? Golden Retriever, ja, Golden Retriever. En toen zagen we in één keer een man in met een werkpak en allemaal gestreepte. Ja, dat van die. Ja. En, dat was leuk schrik. Ja, toen zijn we snel weggegaan. Want we denken eigenlijk dat het bouwmensen zijn die daar aan het bouwen zijn. Want je zag ook wel dat de hele boel gesloopt was al. Afbewaking. Ja, afbewaking. Dus we moeten nu inderdaad gewoon wegwezen. En we gaan even met toffe beelden maken voor jullie met de drone. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please.